In deze aflevering van Op pad met voordeeluitjes ben ik afgereisd naar het landelijke Twente. Naar Ootmarsum om precies te zijn. En hier breng ik een bezoekje aan 3-sterrenhotel De Rozenstruik. En dit gemoedelijke familiehotel is een mooi uitgangspunt om de omgeving te ontdekken. En staat bekend om haar culinaire hoogstandjes. Laten we gaan kijken. Het is dus echt een knus hotel, want het hotel heeft maar 14 kamers. En bij ons kun je deze standaardkamer boeken, de comfortkamer. En daarnaast is er ook een eenpersoonskamer, een familiekamer voor 5 personen aanwezig en een minder valide kamer. Die laatste is wel op aanvraag. Het hotel heeft ook een prachtig zonneterras en ik mocht de vissen voeren. En die hebben goed honger. Als je de mooie en rustgevende omgeving wil ontdekken, moet je eigenlijk wel een fiets hebben. En je kunt natuurlijk je eigen fiets meenemen. Deze kun je overdekt en afgesloten stallen. Ook zijn er oplaadpunten voor e-bikes. Maar je kunt ook gewoon een fiets huren bij het hotel. Wel zo handig. Tijdens mijn fietstocht door de omgeving neem ik ook een kijkje bij Skulte. Deze stokerij wint whiskyprijzen over de hele wereld. En is gevestigd in een oud klooster. Na een lange dag in de natuur krijg je natuurlijk wel trek. En dat komt goed uit, want Hotel De Rozenstruik staat bekend om haar culinaire hoogstandjes. Eigenaar Bart en Monique maken deze met veel liefde samen. En zoals je ziet, ziet het er ook wel heerlijk uit. Ik heb heerlijk geslapen, ik ben weer helemaal uitgerust. En met een lekker ontbijt sluit ik mijn bezoek aan Hotel De Rozenstruik alweer af. Maar wil jij nou ook Marsum en de prachtige omgeving ontdekken? Kijk dan verder op onze website www.voordeeluitjes.nl. En ga erop uit!